Wat doet sport met me? Het geeft me een goed gevoel. Achteraf zeg ik altijd van, hé, wat voel ik me nou lekker. Nou, welkom. Ik ben Olga Commandeur. Je kent me misschien wel, hè? Nederland in beweging. Ik vind het hartstikke fijn dat jullie er zijn. We gaan straks lekker hier buiten bewegen. Gewoon lekker genieten. Ik ben zelf topsporter geweest. Ik ben mij vanuit de Meerkamp gaan specialiseren op de 800 meter. Dus het is meer een duursport. Hoe oud bent u ook alweer? Ik hoop volgend jaar 80 te worden. 80? Ja. En u sport nog gewoon? Ja, ik sport nog. Ja, gewoon dit. Gewoon dit? Ja, maar het is toch hartstikke lekker? Ja, het is wel leuk, ja. Het is eigenlijk het mooie nu je wat ouder wordt. Je kunt een sport uitkiezen, bewegen uitkiezen die jij leuk vindt. Ik kan me ook voorstellen dat je ook gaat sporten juist voor de gezelligheid. Als je alleen sport, dan moet je echt heel goed in je schoenen staan om dat steeds uit te voeren. Dan is het toch van, nou, ik laat ze niet alleen, ik ga toch. En we hebben één keertje zwemwedstrijd gehouden voor gehandicapten. En dat was zo prachtig te zien. En daarmee wil ik zeggen, sport is voor iedereen. Ik ga je eerst helpen hoe je het een beetje makkelijker kan maken. Die kin trek je weer in. Dan heb je je buik- en rugspieren aangespannen. En dan ga je stappen, gewoon lekker op en af. En dit is al een hele mooie oefening, want je voelt het in je benen, hè? Wat doet sport met mij? Ik ontspan me. Geestelijk voel ik me ook prettiger. Sport heeft me rust gegeven. Sport maakt me heel blij, gezond, brengt me ontzettend veel innerlijke rust. Ik doe een yoga en daardoor ben ik heel lenig en heel flexibel. Sport is voor mij gezellig met anderen. Dat is pas sport. Maar wat doet sport met jou? Laat het weten via nationalesportweek.nl.